probleem is dat we allemaal, voornamelijk bij de t-shirtjes van mijn man, die hebben allemaal gaatjes de hoogte van de buik. Hoe het komt, geen idee. En het maakt ook niet uit of ik nou goedkope, dure shirtjes. Het is gewoon binnen een paar dagen zitten die gaatjes erin. Het fenomeen van deze gaatjes is bekend bij t-shirts. Je ziet het dus heel duidelijk rond de buikpartij, niet in de schouders en niet ook in de mouwtjes. Hetgeen erop duidt dat het een mechanisch probleem is. Daar waar de gesp aan de onderkant zit, kan dat een lelijke beschadiging geven op het moment dat je ergens tegenaan komt. Daarbij komt, als er een haal in zit, breisels zijn gevoelig voor ladders. Op het moment dat je het in de was doet, zal het gat alleen maar groter worden. Bij de aankoop moet je duidelijk letten op een zwaardere doekkwaliteit. Zwaardere garens hebben minder last van een haal. En natuurlijk, als je t-shirt als bovenkleding gebruikt, probeer dan te voorkomen dat je met je buik overal langs schuurt, zodat je de kans op haaltjes verkleint.